Dinsdagmiddag 24 juni werd de brandweer tweemaal opgeroepen voor een brand door droogte. De eerste melding betrof een kleine brand in de Bilt op de Troelstraweg. Deze werd door de Biltse brandweer onder handen genomen. Even later was het code rood in Bilthoven. Daar stond een stuk bos in brand nabij de speelplek op de Eikensteinse Laan. Omdat zo'n natuurbrand niet te voorspellen is, werd een compleet peloton brandweer opgeroepen en kwamen naar wagens uit Baren en Soest onze brandweermannen en vrouwen helpen. Door een melding van een passant, de weinige wind en de snelle actie van de brandweer werd de grootte van de brand beperkt tot zo'n stuk van 150 vierkante meter. Hoe de branden zijn ontstaan is niet bekend, maar een sigarettenpeuk is op dit moment voldoende voor een natuurbrand.